Welkom bij een nieuwe aflevering van Fluistervlees. Ik ben Frans, het fluistermeisje. Nou, wij zijn hier de laatste loodjes aan het doen om de eerste sessies de deur uit te krijgen. De eerste liedjes van de plaat worden komende week gemixt. En in de tussentijd staat Mars op de Vrienden van Amstel. Ja, nou? Ik ben de little altar boy. We zijn terug in Laak. Terug in Laak waar het allemaal begon met deze plaat. Deze fantastische plaat. Heel vet om te merken dat bij deze song Crazy Madonna, dat de enige keer dat we hem live hebben gespeeld tot nu toe in de Vera in Groningen, afgelopen zaterdag op Noorderslag, dat wij zelf ook wel een aantal Crazy Madonna'tjes in ons publiek hadden staan. Die Crazy Madonna konden wij leren, dus dat was heel vet. Vandaag naar de Vrienden van Amstel. En helaas zonder de band. Ik hoop dat ik mensen iets leuks kan geven namens ons. Ga je mee? We zijn 20 minuten verder. En mijn haar is nog steeds nat. De Vrienden van Amstel is wel een avontuurtje. Het is altijd een soort déjà vu. Een heel groot feest. En dit kan nooit gek genoeg. Een beetje thuiskomen eigenlijk. Ja. Ozer, lekker. Ja, met jou? Ja. Zin? Dat is het wel. Ja? Zing een chanson die je hart doet, maar dan als een bonbon in de zon. Ben je er klaar voor? I'm little lady, you're one of a kind. You're a little too much to define. Was dit genoeg, vieze man? De tweede A. Je ziet hem niet juist. Nee, maar dat red ik niet, anders dan viel ik flauw. John, Jack. Oh, little lady, you're one of a kind. You're a little too much. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar mama, ik lijk steeds meer op jou. Ik zit even op een pianobartje. Wat we ook 2 jaar geleden hebben gedaan. En daar zing ik een liedje. Welk liedje? Papa, van Stef Bos. Vorige keer kleine jongen, ik denk, laat ik het vader en zoon thema erin houden. Dat was mooi. Het was zelfs mooi in een lege zaal. Dat kunnen we wel doen dus, dat we de mix veranderen van de eerste kop in het eerste deel naar de tweede. Ja, let's check it out. Spoik, wat ben je aan het doen? We zijn de gitaarsolo aan het manipuleren. Weet je wat heel grappig is? Iedere keer als ik jou iets vraag, dan ga je als Jambars het antwoord geven. Ja, ik als een gek stemmetje raak dan zo. Maar dan klinkt het nog geheimzinniger. De geheimzinnigheid van het productieproces. Nee, we zijn... dit is een Aquilette. Klemp, dat is een heel mooi T-delay. Feestje. Ja, laten we het proberen. Cool. Komt ie. Wel bellen? Bellen Skypen met zijn moeder. Oh, wat leuk. Mijn mam. Oh, zijn moeder? Ja. Ik vond het al gek dat je mijn moeder gaat kijken. Ah, nee, we zijn hier bij Q. Music. We gaan beginnen. Eerste show. Light, action, camera! Vrienden van Amsterdam 2017. En godverdomme, hij zal het toch een keertje niet lezen. Oh, niet aan een liefde chance. Love, baby, love, baby. Dat is. En God, ik heb je soms gehad. Aan je woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. Misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Kijk eens even, bezoek in de studio. Hallo, hallo, hallo. Ik heb van een ongelofelijke fan echt alle materiaal wat we ooit hebben uitgebracht heb meegekregen. En beloofd echt dat ik het zou laten signeren door jullie. Tapies uit Indonesië. Er is hier echt iemand heel erg fan. Al die singles. Ik voel me meteen oud.
Nou. Niks aan de hand, joh. Niks aan de hand, joh. Fucking hell, The Garden Party is het enige echte, lekkerste catering van Nederland. Dank u. Moet je van Spijker allemaal dingen doen? Ja, ik lag lekker in bed. Dat is vet hoor. Te slapen en toen moest ik opeens naar de studio, moest ik opeens allemaal liedjes voor me gaan inzingen. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Slaapdrijver. Ja joh. Ik krijg er wel pizza voor straks. Ja, ja, de pizza is onderweg. Nice. Ik ben bij de vrienden van Amstel. En Typhoon speelt. Typhoon speelt. Oh. Nee, even Mars supporten, want die vindt het lastig zonder ons. Dat begrijp ik ook wel. Wij gaan met jou mee vandaag op de piano. Oh ja? Ja. Waarom? Gewoon. Ik ga even. Serieus? Mars? Vind je het eigenlijk? Nee, vind ik prima. Nee, vind je het niet zo'n gekste? Nee, dan moet je gelachen hoor.